Eddie Murphy krijgt binnenkort de Critics' Choice Lifetime Achievement Award. De Hollywood-acteur krijgt de Oeuvre Award voor zijn hele acteercarrière, waaronder zijn recente rol van Rudy Ray Moore in de biografische Netflix-film Dolemite Is My Name, waarmee de Amerikaanse komiek ook meedenkt naar een Golden Globe. De Critics' Choice Awards zijn de prijzen van een groep televisie- en filmrecensenten. De organisatie vindt dat Murphy commercieel gezien de meest succesvolle Afro-Amerikaanse acteur in de filmgeschiedenis is. Hij speelde de afgelopen 30 jaar in meerdere Hollywood-producties die meer dan $100 miljoen hebben opgeleverd, waaronder Beverly Hills Cop en Daddy Daycare. Andere hits met Murphy in de hoofdrol zijn 48 uren, Trading Places, Coming to America, Harlem Nights, Bowfinger, The Nutty Professor en Shrek. Eddie Murphy neemt de Uivre-prijs op 12 januari in ontvangst in Santa Monica. De Golden Globes worden op 5 januari uitgereikt in Beverly Hills.